deze serie ga ik naar Pathé Zaandam om films te reviewen voor jullie. Een film zonder popcorn? Nee, dat kan niet. Films reviews voor Pathé. En ik geef deze film 5 sterren. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video ben ik, zoals je ziet, bij Pathé, natuurlijk in Zaandam, om weer een nieuwe filmreview voor jullie te maken. En in deze video wordt het ook van een YouTuber. Dat is namelijk de film van Dylan Hagens. Dit is Dylan Hagens. De YouTuber die altijd hey mensen zegt. En die heeft nu een film. En wie is dat de hele tijd? Ja, dat is de voice-over. Nou, wie speelt er allemaal in deze film? Natuurlijk, de hoofdrol is voor Dylan Hagens. Maar er is nog een hoofdrol en dat is Marit. Marit heeft hier een grote rol in deze film. En natuurlijk, wie er nog meer in deze film speelt, is natuurlijk het hele Dylan Hagens. Dylans leven gaat perfect. Wat is nou wens hier? Hij heeft zijn eigen tostiezaak. Twee ei tosties. Een leuke vriendin en de grappigste vrienden. Wil je even proeven? Dus lekker. Ik heb hem net op de grond laten vallen en ik wilde weten of we nu steeds zouden kunnen serveren. Nou, wie er nog meer in deze film speelt, dat is IJsbrand. Hij is niet echt een slechterik, meer een rivaal van Dylan Hagens. En hij kan soms heel erg irritant zijn, waardoor Dylan gewoon heel erg geïrriteerd wordt. Totdat IJsbrand in zijn leven verschijnt. Ben jij een bioscoopfilm aan het maken? IJsbrand die maakt al onze video's na, maar dan stukken beter. Tromgeroffel. Maar het lijkt wel alsof zijn hele team nooit wat te doen heeft. Nou, natuurlijk spelen er nog veel meer mensen in dan alleen Team Dylan Hagens en IJsbrand. Er is ook andere YouTubers komen erin voor. Ze hebben hele kleine rolletjes, dus dan moet je wel goed kijken wie het is. Maar ik heb Calvijn erin gezien. Helemaal aan het einde heb ik Jamila gezien. En Rico Verhoeven kwam er ook best wel in voor. Dus dat is ook wel superleuk. Dus. En wat natuurlijk niet mag ontbreken in deze film, is natuurlijk tosties. Waarschijnlijk iedereen die zijn video's kijkt, weet dat hij dol is op tosties. En in deze film heeft hij zijn eigen tosti-tent. Superleuk gedaan. Maar IJsbrand die dacht, goh leuk, ik ga iets anders doen met broodjes. Dit zie je hier heel verdacht en een beetje raar. Maar als jij nou wil weten wat dat is, ga dan naar de Pathé bij jou in de buurt, zodat je de hele film kan zien en natuurlijk genieten van de hele film. Oh ja, en natuurlijk, Stuk TV speelt erin. Daar heb ik ook een interview mee gedaan, net zoals met Calvijn en Jamila. Dus willen jullie die video zien, druk dan op het i'tje hierboven in de video. En ik zal anders ook wel even de link in de beschrijving zetten, zodat jullie ook gewoon de video's kunnen zien aan het einde van de video. Dus ja, ik vind het super leuk dat ze dat hebben gedaan. We zijn getuigen van een dramatische neergang van Dylan Hagens. En wat natuurlijk zeker weten 100% in deze video zit, zijn die kleine sketches die Dylan ook op zijn YouTube kanaal maakt. En dat mag natuurlijk zeker weten niet vergeten in deze film. En hij is gewoon super tof. En actie! Hey, kom, we pakken hem! Goedendag mevrouw, wij zijn van de anti-inbraakservice. Oh, dag mevrouw. Rare Hollanders. Nou, het lijkt dus alsof de ruzie tussen Dylan en IJsbrand ervoor zorgt dat Dylan de verkeerde beslissingen neemt. Klopt hier iets niet? Wie is meneer Opstelten? We vroegen ons af of we van hetzelfde abonnement gebruik zouden kunnen maken als IJsbrand. Oei, 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 oei. Op deze manier hoeven we nooit naar een video op te nemen. Dat mag niemand weten. Beloofd. En dan ga ik deze film natuurlijk ook weer sterren geven. En ik denk dat deze film een beetje tussen de 3,5, 4 zit. Omdat het echt een superleuke film is. Hij is voor jong en oud. Hij is echt gewoon grappig. Als je Dylan kent, dan is hij echt superleuk. Ik ken hem namelijk vrij goed van zijn YouTube-kanaal. Dus ik vind het echt een topfilm. Ik vond het superleuk. Ik heb er echt van genoten. Dus als jij de film wil zien, ga dan naar een Pathé bij jou in de buurt. Zodat jij de film kan doen kijken. Ik ben natuurlijk in Pathé Zaandam. Dus vonden jullie dit een leuke video? Geef dan natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes
omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie volgende week weer. Doeg! Film van Dylan Hagens. Vanaf 16 augustus, niet op YouTube, maar in het hele land in de bioscoop. Dylan dacht dat de film alleen maar leuk zou zijn, maar het zou rampzalig voor hem af kunnen lopen. Wat bedoel je? Nou, is gewoon om het een beetje spannend te maken. Er gaat niks gebeuren. Mwah.